Iedereen spreekt over het Amazonewoud, dat het gekapt wordt. Maar ik vind het heel jammer dat we niet voor de eigen stoep vegen en dat we de bomen in ons eigen land, in onze eigen tuin, een beetje meer gaan beschermen en zien als een waardevol iets. Als bomenarchitect zorg ik ervoor dat bomen eigenlijk in goede omstandigheden terechtkomen. Mijn liefde voor bomen is een 15-tal jaren geleden ontstaan. Mede dankzij een collega, Ben, die heeft mij eigenlijk geïntroduceerd in wat toen gewoon bomen snoeien was. En als Vlaamse jongen van de buiten, boerenbuiten, had ik toch wel iets met groen. En bomen hebben mij op dat moment eigenlijk onmiddellijk geïntrigeerd. Wat ik eigenlijk wil bereiken is dat de visie van mensen ten opzichte van bomen verandert. Mensen houden, met uitzondering van een aantal mensen natuurlijk, maar mensen houden niet zozeer meer van bomen of van de natuur. Ze zien bomen heel vaak als een houten paal met vervelende bladeren op die de dakgoot verstoppen of die het voetpad glad maken. Statistieken tonen aan dat bomen in Vlaanderen amper 14 jaar oud worden. Terwijl dat die zelfs de jongst levende soorten makkelijk 140 jaar kunnen worden. En dat is tegelijkertijd mijn doelstelling. Ik wil het gemiddelde leven van bomen in Vlaanderen vertienvoudigen. In stedelijke omgeving bijvoorbeeld, een zeer groot probleem op vandaag is het afvoeren van water. Bij hevige regenbuien, elke keer weer komt het in het nieuws, is er wel een gebied die weer overstroomd is. Huizen die onderlopen, de zetels die wegdrijven uit de straat. En eigenlijk kunnen we dat perfect voorkomen als we tenminste opnieuw bomen planten. Als die bomen op de juiste manier worden geplaatst, zijnde dat ze voldoende groeiruimte hebben om hun wortels te kunnen ontplooien, want dat is de reden waarom dat die dikwijls maar 14 jaar worden, omdat er te weinig ruimte is. Als dat op de juiste manier wordt gedaan, dan fungeert dat grondoppervlak waar die wortels groeien eigenlijk als een gigantische spons. Een boom van 40 jaar, die slaagt erin om op jaarbasis 10.000 liter water te bufferen. Die vangt dat gewoon op. Dat water zal doorsijpelen in zijn ondergrond rond de wortels. En die houdt dat daar gevangen, zeg maar, en laat dat in de komende dagen of weken terug los. Dat is ook de reden waarom dat we niet mogen vervallen in continu aanplanten van jonge bomen die maar 14 jaar worden. Omdat diezelfde boom van amper 10 jaar, die kan maar 200-300 liter water bufferen. Maar die boom van 40 jaar, die buffert er 10.000. Een boom van 80 jaar, die gaat vele tienduizenden liters water bufferen. Dus de leeftijd van de bomen is daar heel belangrijk. Net zoals het aanmaken van zuurstof gaat ervoor zorgen dat een boom van 100 jaar, als je die zou willen vervangen, dan heb je tussen de 100 en de 200 bomen nodig om het equivalent aan zuurstof aan te maken. Ik hoop dat ik het zover heb gekregen dat ze mijn bedrijf of mijzelf zien als iemand die verandering die ik wil teweegbrengen ook effectief heb teweeggebracht. Dat mensen anders kijken naar bomen. Wow.